Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar in Zeeuws-Vlaanderen, delen van Brabant en een groot deel van Limburg schijnt de zon. Vandaag dus de meeste zonneschijn in de zuidelijke provincies, daar loopt de temperatuur snel op. In de rest van het land heeft de bewolking de overhand en piept de zon er slechts af en toe doorheen. Kan bovendien een spatje motregen vallen. Vanmiddag wint de zon iets terrein, maar de noordelijke helft blijft grotendeels bewolkt, het zuiden houdt de meeste zon. En in het zuiden wordt het 22 à 23 graden. Vanavond kan er op meer plaatsen wat motregen vallen, maar de hoeveelheden zijn klein. In het zuiden blijft nog steeds de zon schijnen en is het nog lang aangenaam. De wind neemt aan zee toe naar windkracht 4 tot 5. Morgen hebben we droog weer. De zon schijnt geregeld en er trekken opnieuw ook enkele wolkenvelden over het land. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 tot 19 of 20 graden in het zuiden. Dinsdag levert de temperatuur nog een graadje in, 14 tot 18 graden. Maar opnieuw is het droog met geregeld zon en enkele wolkenvelden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog. Misschien vallen er donderdag ook een paar buien. Maar het kwik komt dan weer tussen de 19 en 23 graden te liggen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl